Het Polytechnic College PTC is gisteren gestart met een cursus brandveiligheid. Zij doet dat in samenwerking met de Suriname Fire Awareness, SFA. De directeur van het PTC, Robbie Holband, geeft aan dat het instituut voor het eerst zo'n training verzorgt. En we hopen dus dat met de kennis die vandaag en de komende dagen en zeker de praktijkactiviteiten aan u geboden zal worden, wij veiligheid, in dit geval gaat het om brandveiligheid, in Suriname naar een ander niveau kunnen brengen, omdat u wat meer ervaring heeft. En het is, denk ik, dat zullen de anderen het ook aan u meegeven, de bedoeling dat u die kennis ook gaat delen met anderen, zodat we met z'n allen ervoor zorgen dat Suriname een stukje veiliger is. De projectcoördinator van de Fire Preparedness and Response Course, Benito Jackson, zegt dat hij samen met een team van 7 jongeren deze training verzorgt. Jackson heeft het vorig jaar in Florida een disaster management course gevolgd. Een onderdeel van deze training was het schrijven van een project voor de samenleving. En zoals u weet, in Suriname zijn we best gezegend. We hebben niet te maken met al zodanige natuurrampen, maar we hebben wel te maken met menselijke rampen. Dan praten we over incidenten in het verkeer en ook incidenten met eigenlijk vuurgerelateerde incidenten. Vorig jaar hebben wij dus daarom een project geschreven om de Fire Preparedness and Response eendaagse workshop te organiseren. Dat was op de KKF en we hadden dus daar ongeveer 105 participanten die dus daarin hebben deelgenomen. Na de workshop hebben wij een evaluatie gedaan om te vragen aan de participanten wat ze nog graag erbij zouden willen hebben. En er is een heleboel hebben gezegd dat ze veel meer in-depth zouden willen gaan in de materie, dat we dus eigenlijk gaan kijken naar het course material ervan kunnen maken. En dus die input hebben wij gebruikt om samen een beetje te lobbyen met OAS en natuurlijk PTC, die bereid was om dat ook gedeeltelijk te financieren. En vandaar dat wij dus vandaag hier staan. Benito Jackson, projectcoördinator van de Fire Preparedness and Response Course, vandaag bij de start van de gelijknamige training. Tijdens deze cursus zullen deelnemers in de gelegenheid worden gesteld zelf een plan voor brandbestrijding op te stellen voor hun gezin of onderneming. Zij zullen in de toekomst optreden als ambassadeurs binnen hun families, organisaties, bedrijven of gemeenschappen.